wat is up mensen, Marco Thornton hier met vandaag weer een nieuwe video. Nou, het is donderdag, wat dus betekent de rewards van de Weekend League zijn. Nou, de weekly rewards natuurlijk niet, de monthly komen waarschijnlijk weer aan het eind van december dan, in het geval van november. Maar er zijn heel wat zieke dingen te pakken. Nou, omdat ik hier Gold 3 heb gehaald, hoop ik op iets goeds. Nou, de Gold 3 rewards schijnen beter te zijn dan die van Gold 2. Ik weet nou niet uiteindelijk of dat klopt, ik heb er nooit echt op gelet. Maar dit team doe ik is pittig sick. Je hebt 96 spits Ronaldo, je hebt een of andere random spits van de Spurs. Geen idee, het is een beetje een nobody. Dan heb je nog Gunnelon. Ja, je moet er maar van houden. Maar het zijn belangrijke dingen. In vorm Yaya Touré. Wat betekent dat ik mijne met winst kan verkopen. Dat is altijd een mooie bonus. Maar in vorm Socrates. In vorm David Luiz. Die echt nog steeds heel weinig kan. Ze wonnen een paar keer van kleine clubs. Happy days. Maar in ieder geval, ik ga eens kijken wat ik qua rewards krijg. Nou, ik krijg sowieso wat coins. Wat handig is. Want ik ben bijna blut hierop. En ik krijg natuurlijk best wel redelijke packs. Gold 3 heeft 1 rare players pack. 2 megapacks en ik krijg 30.000 coins. Wat dus zoals ik zei, kan ik nog gebruiken voor mijn teams. En die teams ga je morgen zien in een livestream als het goed is. Wat ik had beloofd dat ik zou gaan streamen. Dus doe vooral een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Als deze video ook weer 1000 likes gaan, dan zou dat enorm awesome zijn. En laat mij weten wat jij vooral in je reward packs hebt gekregen. Nou, ik ben zelf... Ben ik sceptisch? Ja, maar dat is omdat ik zo aangelegd ben. Dus deze rare player is, het is geen walkout. Nee, het is geen walkout. Het is ook geen heel decent flare. 3 Mertens? Alhoewel, die kan nog steeds verkopen. Want je hebt natuurlijk nog steeds die Player of the Month Hazard Squad Building Challenge. En hij is maar 83 vrede, maar het Of niet. Ja, dat valt toch wel even tegen. Nou ja, althans, voor 2500 coins... ik weet niet of ik hem liever bewaar, daar kom ik zo meteen nog achter. Dan Walcott nog, als hij wat verkoopt voor wat, zou het best wel crimineel zijn. Dat is niet echt ideaal, hè. Oké, voor de rest verkoopt geen van die gasten. Althans, ja, misschien smelt ze nog vanwege iets. Oké, ook niet echt. Er is niet eens een bid op hem van 6,50. Nou, dan storen we dit allemaal aan de club. Want God mag weten wanneer ik het nodig ga hebben. En Walker ga ik wel proberen te verkopen. En dan gaan we hem discarden. Want zelfs on Howard nu gaat niet echt voor heel veel. Maar een megapack laat het... Nee, dat is ook geen walkout. Nee. Ik hoop het gewoon een keertje bij mijn rewards. Weet je wel, dat je dan kijkt en opeens... Bam, Road to Glory account, walkout. Dat zou het gezegd zijn. Jardel, die ga ik niet nodig hebben. Niet, nu niet, straks niet, nooit niet, in het verleden ook niet. Bolassi, ik ben geen skiller. Dus hij verkoopt ook voor niks. Althans, ja, niet waardevol genoeg om erop te gooien. Oh mijn god, dit is slecht. Deze gaat ook voor niks. Muriel is echt een drama. Ik sla toch wel allemaal op in de club. Want het feit is, misschien kan ik het een keer nodig hebben voor een squad building challenge of iets dergelijks. Ik doe maar een klein iets te zijn. En dan kan het uiteindelijk toch blijken van, hey, dat was de moeite waard. En dan nu, kom op, alsjeblieft. Oh mijn god, ik had valse hoop. Het is, Gonzalo Castro. Die heb ik volgens mij notabene al untradable op dit account. Kun je nagaan. En dan Adrian. Ik word ziek. Alhoewel, deze guy kan verkopen, want het is de Argentijnse league. En daar is nu een squad building challenge. Nee, oké, hij ook niet. Althans, wel voor iets, maar nog steeds niet veel. Cartavia, Perez. Oh my god. Dit is echt niet heel goed. Maar het voordeel is dat dit niet is waar het eindigt voor mij. Ik heb natuurlijk op PlayStation heb ik ook gespeeld. En daar heb ik Gold 1 gehaald. Ja, ik weet het. Dat is best wel belachelijk goed. Ik ga niet hier het applaus erin doen. Maar we gaan eens even kijken wat ik heb op PlayStation 4. En zijn we nu op PlayStation 4 beland, waar ik, zoals je kunt zien, nog 70.000 coins over heb. Ik moet mijn tweede team nog maken. En daarnaast is mijn record hier iets beter. Ik wil niet zeggen veel, maar het voordeel is wat ik hier ga halen. Wat ik benieuwd ben wat jullie gaan halen, dus laat me dat vooral weten in de reacties. Wat jullie maandelijkse rank wordt. Nou, ik zei hier, zoals ik net, heb ik Gold 1 gehad, waar ik best wel trots op was, weet je wel. 50.000 coins, 2 Jumbo Rare Player Packs, wat volgens mij dus 100k packs zijn. Niet helemaal zeker. Ik kan hier geen Legend packen natuurlijk. Dat is de dream, maar... We gaan het merken, oké, we doen de rechter eerst. Ik ben rechts, dus misschien... Nee, oké, het is helemaal niks bijzonders, hè. Het is wel een... Het is een decent flirt. Het is Lukaku. Oké, nou, wel, dat is helemaal niet slecht, eigenlijk. En Lukaku gaat sowieso voor wat. Vanwege die gezegde squad building challenge. Dus, ja, die is er gewoon op de console hier. Dat is een hele redelijke 26k. Oké, happy days. Nou, de reden dat ik hem niet hou is... Ik ben geen fan van hem dit jaar in put. Ja, geloof het of niet, ik ben geen fan van hem. Terwijl, even kijken, Pirlo misschien voor minimaal. Dus nu natuurlijk, zoals ik zei, ik zal hem zo laten zien, nieuwe scoping challenge. Oké, Pirlo gaat nog steeds voor niks. Slimani, alhoewel, ik ga die BPL-gast uiteindelijk waarschijnlijk behouden vanwege de scoping challenge. Zo, dan kan ik die makkelijk invullen.
Lemina, voor wanneer ik daadwerkelijk decent spelers ga hebben, kan ik hem linken. Want dat doet iedereen nu, dankzij Matthijs. Wat slim. Oei, trouwens. Een freshe Shaqiri. Don't mind if I do. Oké, we hebben er nog eentje. Oké, dit is weer geen lag. Het is weer geen walkout. Het is al zo de tering. Jantje, dit is er wel een. Oh, het is Suso. Oh, dat is teleurstellend. Oei, 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 oei. Oké, het is heerlijk dat ik een inform heb. Twee informs. Oké. Dat verandert de zaak. Maar het is altijd niet wat ik verwachtte. Oh, man. Oei, 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 oei. Oh, dit doet pijn. Dit doet heel erg pijn. Oh, ik verwachtte niks, weet je wel. Want ik zag niet echt lag voor mijn gevoel. En dan zie je die flare. En dan zie je twee. En dan is het Buonanotte en Suso. Oh, dat doet pijn. Oei, 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 oei. Oké, Titi, gaat hij nog voor wat? Anders kan ik hem misschien wel in het team gooien dat ik ga maken. Nou, 3.7k dus. Dat is, ja, het is aardig. Weet je, het is niet goed, het is niet slecht. Een paar spelers die ik kan gebruiken voor Squad Building Challenge, wat natuurlijk super handig is. Heel veel van jullie zeiden dat ik hem moest gebruiken. Ik weet dat hij super snel is, maar zijn andere stats zijn gewoon echt heel shit. Overigens, Diaby. Ik kan me niet voorstellen dat hij voor veel gaat, ondanks de Squad Building Challenge. Zie je wel, geen bot van de 600. Ja, dit is best wel redelijk. Dit is best wel redelijk, dat moet ik toegeven. De vraag is, ga ik ze nodig hebben? Nou weet ik zeker dat die... Want kijk, volgens mij is die Buonanotte, komt uit de Chileense competitie. Ja, dus die gaat waarschijnlijk voor niks. Anders... Hij gaat letterlijk... Kan ik hem voor... Voor hoeveel kan ik hem dit... Ik kan hem voor 18 coins minder discarden dan waar hij niet voor verkoopt. Kijk dit. Hij verkoopt niet voor 9900. En dat is het minimum, volgens mij. Ja, dat is vrij zeker dat dat een minimum is. Dan Suso zal ook niet verkopen. Ik bedoel, hij is een recht right winger met 81 pace. Die wel eens wel goede dribbeling heeft. Maar je zou hem catalyst of zo moeten geven om hem echt nuttig te maken. En ja, je ziet het al. Die verkoopt ook niet echt. Dus die gaan allebei niet gediscard worden. Ik ga ze bewaren. Want je hebt gezien de afgelopen tijd dat je sowieso wel een keertje informs nodig hebt. En dat is natuurlijk altijd slim iets om te doen. Ik denk dat... Ja, ik wil zeggen dat ik voor BBVA moet gaan. In voor mijn tweede team op dit account. Maar ik weet het hiermee niet heel zeker. Wat ik net ook zei over die squad building chance. Ook wel even om te laten zien. Zijn natuurlijk nieuwe marquee matchups. Ja, oké, ik kom maar met de naam jokes. Maar in ieder geval. Ze zijn gisteravond laat pas gelanceerd. Rond 11 uur. Het is Chelsea Spurs. Het zijn 6 spelers die iedereen moet gooien volgens mij. Waarvan 1 Spurs, 1 Chelsea. Zie je het hier. Het is niet heel moeilijk. Echt totaal niet. Sterker nog, ik zou hem nu kunnen doen. Je hebt er een van Heerenveen versus Ajax. Waarbij je 1 Ajax speler in de Heerenveen speler. En 75 chemistry minimaal en dan minimaal 79 team rating. Nou, dit is een bitchy one, want ik zag de video van de Pentest al. Heerenveen spelers gaan nu over meer dan 3k. Ajax hier gaan sowieso over meer dan 1k. Dus deze zal je waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, meer kosten dan die van de BPL. Maar als je deze gasten nog hebt via de squad building challenge, dat is squad building challenge, gewoon bronze pack methode. Dan zit je daar wel goed bij. Bronze pack methode is gewoon 400 coin packs openen en hopen dat je winst kan maken. Ik denk dat iedereen dat wel weet op dit moment. Maar deze Racing Club versus Independiente... 1 speler van Racing Club, 1 speler van Independiente. Dan 11 Argentijnse spelers moeten het zijn. Dus dat kan een beetje een badge worden. Ik denk dat het overal wel meevalt. Deze zal je niet gek veel kosten. De rewards zijn zeker degelijk. 1500 coins en 2 rare gold players pack. 1 gold players pack voor de Heerenveen versus Ajax. Weer een gold players pack voor deze. En dan nog Toronto tegen Montreal Impact. 1000 coins en een silver players pack. Ik ga ervan uit dat deze niet heel duur is. En de simpele reden is dat het moeten 11 clubs zijn. Oké, dat is... 1 Montreal speler, 1 Toronto speler en natuurlijk 11 van de MLS dan. Dat is te doen. Het is te doen. Niet het leukste om te doen, maar het kan. Nou, wat betreft teams, wil ik ook nog... Althans, jullie hebben dit team nu waarschijnlijk gezien. Ik heb het in stream laten zien. Of in ieder geval een paar dagen geleden. Maar dit wordt hem, want anders hij moet LW worden, zodat hij iets meer cam pakt. De instructies hierop worden nog, want ik heb hem pas net op 4-3-2-1 gezet. Maar dat is omdat ik nu 4-3-2-1 gewend ben. De middelste Sam laten we achterblijven tijdens het aanvallen. Dus Rooney is daar eigenlijk wel ideaal voor. Kane... Op basis van jullie comments gaat eruit nog. Nou, ik weet nog niet voor wie. Maar kijk, als ik nu ga kijken waarschijnlijk gaat hij niet voor gek veel. Dat is terecht, want het is gewoon Harry Kane. Weet je wel, die hoort niet heel duur te zijn. Althans, ik zie hier geen bot op hem nog. Dus dat wordt sowieso niet heel veel. 5.9k, geen bot. Dat wordt 5.5 mogelijk. Ik denk dat dat 5.5 wordt voor hem. Dus we sturen hem alvast naar de transferlijst. Ik bedoel, het maakt me niet heel erg uit hoeveel coins ik voor hem krijg. Het feit is dat... Het is Harry Kane, zijn kaart is gewoon niet heel interessant voor mij. Shaqiri en de rest natuurlijk wel. Het mooie is
dat ik hier nu 120k te besteden voor een team. Nou, ik moet hier dus voor nog een rechtsback, een center mid en een spits kopen. Maar nee, dat is zo geregeld. En allemaal, nee, ik kan Remy er nog in gooien natuurlijk. Dat is altijd een optie. En dan heb ik nog meer dan 100k te besteden voor een andere team. Dus ik zou graag willen zeggen dat ik Elite ga halen dit weekend. Laat mij ook vooral weten wat jullie denken te halen qua rank nu. Ik bedoel, ik heb hier nu, ik had 25 wins deze week. Als je hem op monthly zet, dan zie je dat ik dus nog 21 wins moet. Wat redelijk te doen is, want 21 wins is gold 3 nog. Of ja, wel toch? Ja, volgens mij wel. In ieder geval, dat 21 wins, dat is daar. Ik haalde vorige week 25 en dat had ik slechte teams. Dus dat gaan we sowieso doen. Laat me ook vooral weten wat jullie maandelijkse rank wordt. Dat kun je dus simpelweg zien door naar, zeg maar, dit ranking ding te gaan. Je hebt schedule in je ranking. Ik bedoel, dan ga je gewoon hierheen. En dan ga je gewoon naar monthly en dan kan je zien hoeveel je nog nodig hebt. Gold 3, Gold 2 en Gold 1 hebben dezelfde beloningen. Dus het boeit me niet voor 73 of 85 wins. Dat is niet eens meer mogelijk. Maar dank jullie wel voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. En als dat zo is, doe dan vooral een duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. Morgenavond dus ga ik livestreamen. Als je wil dat ik er een aankondigingsvideo van maak, laat dat dan vooral weten in de comments. Ik bedoel, meestal, wat zeg ik nou helemaal? Ik heb het tot nu toe helemaal niet gedaan. Maar er kan dus verandering in komen. Ik heb 2 informs. Ik ben er nog steeds een beetje sceptisch over. Want het zijn gewoon echt heel erg shit in je forms. Ik bedoel, vooral sowieso. Maar misschien is dat wel een reden om hem in het team te gooien. En wie weet is die wel goed. Maar dankjewel voor het kijken. Als je me nog niet volgt op Twitter, moet je dat zeker doen. En dan zie ik jullie later bij een volgende video. Tot ziens.